Die brillen beslaan mij al. En Rome, kun je ons vertellen wat we hier aan het doen zijn? We zijn de internettafel aan het loslopen. En waarom zijn we dat hier aan het doen? Omdat we deze niet meer gaan gebruiken straks in de nieuwe bibliotheek. En kun je de bezoekers misschien vertellen wat er hier überhaupt in deze bibliotheek aan het gebeuren is? Heb je het inrichtingsplaatje al gefilmd? Nee, nog niet. Dat is misschien niet zo makkelijk. Maar goed, we gaan hier op dit punt een muur zetten. We staan nu op het punt tussen de aanbouw en het bibliotheekgedeelte, zeg maar. En dan wordt straks alleen het bibliotheekdeel wordt helemaal bibliotheek. En daarin komt ook de leestafel te staan met internet-pc's en alle boeken in de verschillende werelden. En kun je misschien vertellen waarom hier niet stoere bouwvakkers aan het werk zijn? Nou, dat kost een hele hoop geld. En dat kunnen we besparen door het allemaal zelf te doen. Dus dat betekent dat de bibliotheekmedewerkers eigenlijk zelf de stoere bouwvakkers zijn? Daar heb je gelijk in. Dat zijn wij, ja. Nee, helemaal niet. Ach, niks iets. Nee, dat wil nog een keuken. En wie vind jij hier de meest stoere bouwvakker in de bibliotheek? Dit is de meest technische van het allemaal. Dit is jammer zoals een klusjesverhaal. Jammer dat mijn dingen niet meer in de topstudie zet. We hebben hier één. Die had ik meegenomen. Klusjesverhaal. Het klinkt in ieder geval allemaal wel heel... Heel technisch. Ik denk dat onze bibliotheekbezoekers dit niet hadden gezocht achter de bibliotheekmedewerkers. Nee, denk dat jij dat wel? Dat denk ik ook niet. Ja. Ietsie zegt net, de mensen denken dat wij 3 weken vakantie hebben. Beb, wat vind jij het leukste klusje hier? Het leukste klusje? Nou, ik vind alle klusjes leuk, Marjolein. Maar koffie drinken zometeen. Heerlijk. Ja, we hebben een koffie gedaan, hè? Moet je wel met het schroefje draaien, hoor. En hier ga ik niet met zo'n apparaat. En Wout, wat gebeurt er hier voor technisch? Het technische gedeelte. Ja, het is bijna technisch, hè? Het is een spul aan de afknappen. Deze dingetjes. Dat is het eigenlijk. Daar kan je de hoek niet maken. Kijk, Wout is hier op dit moment onze enige man in het gezelschap. Van alle dames. Eenzaam. Eenzaam, maar wel gezellig. Dat gaan we wel. Zeg, er wordt hier niet geroddeld over onze bibliotheekdirecteur, hè, dames? Volgens mij heb je de schoenen aan. Even een blik op onze lege kasten.